Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken bij een nieuwe video. Vandaag heb ik het over mijn 100% action setup. En deze setup heb ik al een tijdje. Zeker dit nest, die is al 2000 keer bekeken, maar daar komen we zo bij. Alles wat je hier ziet, behalve dit slangetje en die steen, komt van de action. Dus het is eigenlijk 99% action, maar dat... echt heel veel verder kom je niet, want dan moet ik dat slangetje een alternatief vinden en dan die steen weghalen. Dan is het helemaal 100% action. Maar ik vind ook al... Oh, en het folie is ook niet action. Oh, eigenlijk is het heel weinig action. Nee, maar... dit is het action nest. Die heb ik opengemaakt en helemaal gevuld met zand. En hier zie je al dat Formica cunicularia erin zit. En die hebben ook flink wat broed. En waarom heb ik dit nou gedaan? Nou, ik had eerst Formica Lemani in deze setup. En daaronder ligt een agenda. Eerst had ik Formica Lemani in deze setup. Maar dan in dit ding, zeg maar. En die zijn allemaal dood gegaan. En toen, wat er zat Gekonien bij. En toen heb ik besloten om het zo te doen. En dan Formica Cunicularia erin te doen. Want daar had ik nog geen goede setup voor. En die groeien nu als een gek. Dus daar ben ik wel blij mee eigenlijk. Aan dit buisje kan ik zien hoeveel zand ze er uit het nest halen en in het nest doen. Als ik moet, kan ik hier zo kijken en bevochtigen. Even kijken, zo. En ja, ik heb een beetje andere dingen gedaan, want ik heb het helemaal gevuld met zand. Ik heb deze spiralen heb ik eruit gehaald, want dit... ja, die zaten hier zo in. Die heb ik er ook uitgehaald. Dus ik heb het er wel een beetje mooier gemaakt. Maar uiteindelijk is het toch nog steeds de action setup. Ik heb hem ook op zijn zij gelegd. Omdat ik dan mieren beter kan observeren. En hier dan de kokosnummers van de action. Daar komt het slangetje gewoon uit op deze buitenwereld. En het zit heel strak. Want ik heb, met een spijker heb ik het gat gebrand. En het slangetje past er precies in. En hier lopen ook allemaal, daar loopt een fruitvliegje, ja, dit is gewoon eigenlijk nu nog een te grote setup, maar ik hoop dat ze hier dit hele nest vol gaan maken, en dan is dit best wel een goede bak. En daarna moet ik even kijken wat ik met deze kolonie ga doen. Maar ja, dit was een super korte video, maar ik ben op dit moment op vakantie, dus ik moest even heel veel video's maken. Voor de vakantie, voordat ik op vakantie ging, zodat ik jullie nog 3 weken kan entertainen. Maar ik ga wel 3 weken op vakantie en dat is best lang. Dus een best korte video over de setup. Ja, ik denk dat er nu een ongeveer 30 werksters voor Formica Cunicularia in zit. Die gaan helemaal lekker, dus jullie krijgen vaak updates over deze kolonie. Wordt slechte nieuws, de Lasius umbratus van een paar weken geleden, die is dood gegaan. Maar ik ga deze vakantie zeker proberen om nog meer Lasius umbratus te vangen. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Doei!